Geslaagde leerlingen van het Drutense Pax Christi College krijgen hun diploma uitgereikt. Vanwege de coronamaatregelen is die uitreiking net een beetje anders dan normaal. Het is wel iets anders dan normaal. Uh, we hebben vandaag een uitreiking buiten volgens uh, ja, de RIVM-regels uh, voor, voor COVID-19. En uh, wij hebben vandaag 250 leerlingen die ja, op, op dit moment buiten hun diploma in ontvangst kunnen nemen. We laten per klas eigenlijk de leerlingen naar, uh, naar de diploma-uitrein komen, naar het feesttrein. Daar roepen we de leerlingen een voor één naar voren en krijgen ze hun, uh, hun diploma op een feestelijke wijze. Ja, we hebben vandaag elf klassen. Uh, de eerste klas is om kwart over acht vanmorgen begonnen. En de laatste klas is vanavond om half tien aan de beurt. En dat zal ongeveer tot half elf duren. Morgen zijn er mijn collega's van het HVO-VWO aan de beurt en die doen dan uh, de uitreiking. Roos Banken is één van de geslaagde leerlingen. Ja, Roos is gewoon een hele prettige leerling in de klas. De afgelopen anderhalf jaar dat ik hier werkzaam ben, ontzettend veel plezier gehad met Roos. Ja, goed de best, echte superleerling. En ja, Roos heeft het ook voor elkaar gekregen om in Koemlaude te slagen. Dus dat maakt het natuurlijk extra bijzonder. Ik ga je na een tussenjaar nemen om te werken bij mijn vader bij brandschoon brandbeveiliging. Daar ga ik mee naar bedrijven om dingen te keuren en ik ga wel certificaten halen. Ik ga in de toekomst wel verder studeren na een tussenjaar.